Welkom bij Christel Helder en welkom bij deze video. Dit is een reading voor de leeuw en we gaan even kijken wat uh, de berichten zijn voor de leeuw voor de komende periode. Van jullie voel ik deze. Iedereen bedankt uh, voor het abonneren. Wil je op de hoogte blijven van dit soort video's? Vergeet dan niet te abonneren hieronder en op het juiste belletje daarvoor te klikken. En iedereen bedankt die, voor, ja, die de afgelopen periode gedoneerd heeft naar mij. Ontzettend dankjewel daarvoor. En dan gaan we kijken naar je algehele energie. Voor de leeuw die het nodig heeft op dit moment. Hey, daar zijn ze. De eerste kaart is waarom. Nou, heel aansluitend heb je de Denker. Dus je denkt na over waarom. En de derde kaart is Schatteiland. Ja, het kan zijn dat je dus nadenkt over wanneer stroomt daar iets naar binnen naar jou toe. Uh, misschien zit je daar te veel over na te denken, over jouw overvloed, jouw geschenken, je zegeningen. We gaan eens even kijken hoe dat zich gaat uitwerken in jouw reading. Misschien zit je erover na te denken hoe je iets moet binnenhalen. Je vraagt jezelf af waarom heb je het nog niet ontvangen? Waarom is het nog niet zichtbaar? 4 en 44. Misschien ben je levenspad nummer 4. Of zie je vaak 4, 4, 4? 44 of 44, 44. Oké, okay, recente verleden van de leeuw. Ja. Bijzonder hè? Schat eiland met de aas van munten. De Denker. Nou, Denker. Jeetje. Wat een aansluitende kaart hier. <laughs> ja, ik zie je dus heel veel nadenken over je overvloed, voorspoed. Misschien wel uh, heel gedetailleerd uh, over het geld, financieel. Ja, zeven van bekers, waarom? Daar twijfel je ook over. He? Meerdere opties, meerdere mogelijkheden. Twijfel, twijfel, twijfel. En dan hier ook die schildknaap die zit na te denken. Over hoe jij de volgende stappen moet zetten om echt iets binnen te halen. Het is heel frappant dat deze twee ja, onder elkaar komen. Nou ja, en ook de Denker. Dus eigenlijk een bevestiging. Ja, het kan zijn dat je dus na zit te denken: hoe moet ik iets creëren? Of hoe moet ik het tot uiting brengen om iets tot me te krijgen? Misschien wil je iets verdienen, lukt het niet, zit je over ja, bepaalde opties na te denken? Hoe moet ik deze stappen zetten? Wat, wat is wijsheid? Waar doe ik goed aan? Hmm. Oké. Okay. In je heden, wat mag ik daarin zien? Voor de leeuw. Twee a's onder elkaar. Twee keer de hand van Spirit die jou toch ergens in begeleidt. In je hart van de reading krijg ik de Koning van Staven. En nou, we beginnen met de Hoge Priester in jouw heden. De spirituele leraar. Er is hier iets wat geleerd mag worden over het waarom. Het kan zijn dat je te veel in je hoofd ermee zit, te veel mee bezig bent. Waardoor je eigenlijk je, 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 je ware flow misloopt. De ware stijging, de, de, ja, de energie waar je, gedreven, waar je naartoe gedreven wordt. De koning van staven komt wel in je hart van de reading. En dat is een koning die echt wel weet waar hij naartoe wil, wat hij wil... Heel gepassioneerd. Uh, ik weet niet of je dat nu al bent of dat je daar naartoe moet hè, in deze energie. We gaan kijken of deze energie zometeen hier doortrekt. Ja, en dan de aas van bekers. Iets vanuit het hart. Iets vanuit het hart doen. Misschien doe je te veel dingen uit het hoofd. Hè, dus dus um, de ideeën die uit je hoofd komen om overvloed binnen te halen, maar. Misschien mag je leren om de dingen te creëren vanuit je hart om overvloed binnen te halen. Want dit is natuurlijk een betere stroom dan deze. Kijk, het is niet dat we ons hoofd niet nodig hebben, uiteraard. We hebben ons hoofd nodig, we hebben ons brein nodig om iets te bewerkstelligen. Um, maar je zit te veel in twijfel, te veel analyseren, te veel vragen van waarom, 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 waarom. Waardoor je eigenlijk deze energie misloopt van je hart. Die jou gewoon leidt in de energie. Waardoor deze stroming naar jou toe kan komen. Want het ligt onder elkaar. Je hoofd vertroebelt eigenlijk het hart. Oké, okay, je mogelijke nabije toekomst. Wat mag ik daarin zien voor de leeuw. Voor de komende periode. De ridder van mensen, de twee van bekers, en de kluizenaar, hey, jou heb ik lang niet gezien. Het kan zijn dat het te maken heeft met de liefde. En dat je iets uh, ja, niet voelt stromen in de liefde, waardoor je te veel ja, met je hoofd bezig bent daarin. Voor sommigen is het iets wat te maken heeft met financiën, werk. De ridder van munten, dat is die langzame ridder. Je bent al lang onderweg naar iets. Dat kan zijn in de liefde, maar dat kan ook zijn in werk of je financiën. Maar het ligt ook wel dicht bij elkaar, want geld en liefde. het heeft allemaal te maken met waarde. <tacht> Je eigen waarde. Dus ja, voor sommige personen, voor sommige leeuwen, zou het misschien kunnen zijn dat het met beide te maken heeft. Voor sommigen misschien het financiële stukje in waarde, en voor sommigen in liefde met waarde. We hebben de twee van Bekers, wat dus ja, voor de liefde staat. Maar hier zie ik ook weer een soort van samensmelting. Tussen hoofd en hart. Duidelijk dat jouw hoofd de controle heeft op dit moment. Ja, en dan de kluisenaar. Die zegt naar binnen treden. Naar binnen treden om ergens naar te kijken. En naar je hart. Ja, want hier zit die stroming. Dus bij jezelf zijn, dicht bij jezelf zijn, uit dat hoofd te komen en meer naar het gevoel te zakken. Want hier zit de stroming. Hier zit het nadenken en hier zit het analyseren, het vragen waarom, wat eigenlijk alles vertraagt. Het kan zijn dat je heel erg in de twijfel zit van. Hè, het ene moment van, ik weet het niet meer, ik weet niet meer welke stappen ik moet zetten. En het andere moment, ja, ik weet het nu en ik ga ervoor. En dan kom je weer, ik weet het niet, ik weet niet meer welke stappen. En dan weer, ik ga ervoor. Dus echt op en neer in de energie. En dat komt omdat het hoofd steeds de controle neemt. De Hoge Priester geeft dus ook eigenlijk aan hè, dus dat jouw bewustzijn een level mag gaan verhogen. Dus er is een nieuw perspectief nodig op jezelf en op jouw gedrag. Er is iets wat je van jezelf mag leren. Het wispelturige, het, 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 um, het, het, het veranderlijke. Het, het, het komt niet tot stand. Kijk, verandering is altijd goed. Beweging is altijd goed. Maar ik heb het gevoel dat je elke keer een stap naar voren doet en twee stappen terug doet. En weer een stap naar voren doet en dan weer twee stappen terug doet. En het moet eigenlijk gewoon naar voren lopen, ja, zoals die koning, wat in jouw hart van de reding ligt. Oké, okay, we gaan even voor jullie met de kleine tarot ook nog er even overheen om te kijken wat er meer in de diepte ligt verborgen, verborgen licht, bedoel ik. Ik dacht mijn zin klopt niet. <laughs> Oké, okay, de 7 van bekers. Wat mag ik daar zien? Over twijfelen. Waarom? Waarheen? Wat moet ik kiezen? Drie van stapen. Hoe moet ik het naar me toe halen? Hoe moet ik iets naar me toe halen? Daar zit je misschien continu mee in je hoofd. Hoe moet ik het naar me toe trekken? Knap. Ja, die koning van zwaarden komt daar bovenop. En dit is iemand die stil zit en nadenkt. En dan krijg je ineens die hele snelle energie die er niet bij nadenkt. Hè? Dit is de ridder van zwaarden die gewoon gaat en die gewoon doet. En ik heb het gevoel dat dat voor jullie eigenlijk een beetje nodig zal zijn. Maar als je dus gaat, dan komt er ook weer dat moment van stilstaan, nadenken, analyseren, het niet meer weten, waardoor je dus die twee stappen terugzet. En dus eigenlijk gewoon die ridder van zwaarden blijven volgen. En even dat hoofd uit te zetten. Het hoofd is gewoon beperkend, lijkt wel, om die stroming binnen te halen. Aas van munten. Ja, de zon. Dus in jouw recente verleden probeerde jij al iets binnen te halen. Of iets naar je toe te halen. Maar in plaats van actie te ondernemen, zit je eigenlijk stil. Of sta je stil. Na te denken van, moet ik dat doen? Moet ik dat doen? Moet ik dat kiezen? Zal dat goed zijn? Zal dat hetgene naar me toe laten stromen van wat ik wil? He, het... Het loopt niet. In het heden. Hoge priester. Ja. Beetje vlierenfluiterig. De voel. Hmm. Het is beide een mooie energie. Als ik de kaarten zo bekijk is het een hele mooie energie wat eruit komt. Vrolijk. fluiterig. Gewoon gaan. En, en niet te veel zorgen maken of je wel of iets niet goed doet. Toch, ja, het kan ook wel weer te maken hebben met die onzekerheid en wat ik van de leeuw weet. Um, ja, in de afgelopen leeuwen-reedingen kwam altijd die onzekerheid naar voren. Er zijn echt veel leeuwen die veel onzekerheid dragen. Dat is zo zonde, want ja, de leeuw is de leeuw. De leeuw is hier, die koning van staven. De leeuw weet. De leeuw is die leider. De leeuw is de king of the jungle. En daar kan geen onzekerheid bij zitten. Dat je af en toe onzeker bent, oké, okay, dat, dat is menselijk, dat heeft iedereen. Maar ik, ik volg jullie al eigenlijk het hele jaar van 2022 in onzekerheid. Hier en daar dat ik een enkele reading um, op de leeuwen had waarvan ik dacht van zo eindelijk. En dan de volgende reading was het toch weer die onzekerheid. En dat voel ik ook hier. Eén stap naar voren, twee stappen weer terug. Kan je me laten zien, Engel Michael, waar deze onzekerheid bij die leeuwen te maken heeft? Wat is dat bij die leeuwen? Angst. Waar heeft die angst mee te maken, behalve onzekerheid? Nog een keer die ridder van munten. Ja, bang dat je ergens niet aankomt. Mag ik er nog een kaart op zien? De maan. De maan spreekt weer over intuïtie en gevoel. Dingen die verborgen liggen worden belicht. En als ik dan even zo kijk, dan heb jij angst om door te lopen richting een bepaald pad. De, de maan, ja, dat is eigenlijk een donkere kaart. Hè? En, en het is de maan die eigenlijk het licht brengt. Dus het pad wat jij benadert is donker, het is onbekend, het, het is niet zichtbaar. Dus hoogstwaarschijnlijk heb je ook angst voor wat er voor jou ligt. Vandaar ook één stap naar voren, twee stappen terug. Je hebt angst voor wat er voor jou ligt, dat je, dat je het niet ziet. Dat je daar geen controle op kan behouden van hè, wat, wat, wat ligt daar in die schaduw. Het heeft echt met vertrouwen te maken. Dat waar je naartoe loopt altijd goed is. Het is altijd goed. Vandaar, hè, loop zoals die voel. Die, die loopt hier op die afgrond, hè, die klif. En die kijkt niet, die kijkt omhoog. En die ziet eigenlijk niet waar die belandt hier. Maar het loopt, het, het vertrouwt. Ik weet dat ik opgevangen word. Dat moeten jullie krijgen. Het is te veel vanuit het hoofd, onzekerheid. En te weinig hier. Want hier zit die stroming in dat hart. Het leeuwenhart. Deze titel moet ik opschrijven. <laughs> Momentje. Zo mooie het leeuwhart volgen. Ja. Oké. Okay. Aas van bekers. Twee kaarten. Ja. Chariot en de Emperor. Het ondernemen om door te gaan en je te laten leiden. Want dit is voor mij altijd de goddelijke koets. Daar spring je in en je wordt geleid. Maar jij moet daar inspringen. springen. Spirit kan jou daar niet in zetten. Jij moet daar zelf in komen. Je laat te leiden door het hart. Te laten leiden door Spirit, je intuïtie. En dan zet je één stap, zeg maar, in, in, in dat, in, op die nieuwe weg. En je denkt, oeh, nee, ik loop weer terug, twee stappen. Het doet me een beetje denken aan, wat is het? De tovenaar van Os met die bange leeuw. Ja, dat is wat jullie het afgelopen jaar hebben laten zien aan mij. Die leeuw van de tovenaar van Os. Wanneer is het jullie tijd om in die zekerheid te gaan stappen? In jullie leeuwenhart te gaan stappen en jullie hart te gaan volgen? Ik wil toch nog even een stapje verder, dieper kijken. Ik voel dat er nog iets onder die laag ligt. Kan je me iets laten zien, Michael? Negen van bekers. Hm. Ja. Je staat niet, ik, wou, ik wou eigenlijk zeggen met deze kaart, 9 van Bekers: je staat niet open voor ontvangst. En daar komt de toren bij. En je staat eigenlijk niet open voor de interventie van spirit. 2020 op de klok. Je durft eigenlijk niet vanuit spirit te ontvangen. Want je bent bang dat je dit krijgt. Maar weet dat dit niet altijd negatief is. Het is nooit negatief. Een torenmoment. Komt alleen wanneer jij dus niet zelf de verandering doorvoert. He, dus zoals ik jullie gezien heb in het afgelopen jaar, hebben jullie niet kunnen doorvoeren om zelfvertrouwen te creëren. Om door te zetten na die ene stap over die drempel heen. Jullie schieten altijd weer terug achter de drempel. Jullie hebben daar een heel jaar de tijd voor gehad, tenminste. Misschien al wel langer, maar in het afgelopen jaar heb ik jullie echt wel in die onzekerheid gezien. Het is me echt opgevallen. He, ik, doe, ik heb zoveel sterrenbeelden, readingen gemaakt en ik weet niet, de, de leeuw is op de een of andere manier bij mij blijven hangen. Vanwege die onzekerheid. En het is zo niet leeuw. En dan vraag ik me af, wat ligt daar dan onder? Je durft niet werkelijk vanuit Spirit te ontvangen. Bang dat je dit soort dingen op je pad gaat tegenkomen. He, in, het, in het donker, in uh, het onbekende. Het onbekende is donker, voor iedereen. En er zijn geen garanties in het leven. He, dus jullie blijven altijd in een soort van comfort hangen. En jullie treden niet naar buiten. Een leeuw is die naar buiten treedt. De leiding neemt. In de spotlight staat. Dus jullie durven ook niet zeg maar die interventies van spirit te ontvangen. Jullie staan daar niet voor open. En wanneer dat gebeurt, dan kunnen torenmomenten dus heel erg lelijk zijn. Wanneer verandering voor jou echt nodig is zeg maar vanuit divine timing, ja dan kunnen deze torenmomenten dus echt drastisch zijn, pijnlijk zijn. Waardoor je misschien ook minder vertrouwen gaat krijgen. Van hè, ja, maar verandering is niet goed. Verandering doet pijn. Verandering is niet leuk. Hè, want ik heb meerdere keren dit ervaren. Maar dat is dus niet zien waar het eigenlijk voor dient, Sanctora. Dat is om je uit jouw comfort te trekken en veranderingen door te voeren, zodat de energie in beweging komt. Want jij moet in beweging komen. Stilstaan is voor niemand goed. Stilstaan betekent stagnatie, betekent comfort, betekent nooit veranderen. Nooit andere dingen naar je toe trekken. Altijd maar hetzelfde. En als jij dus in een situatie zit. wat eigenlijk al niet gezond is voor jou of niet prettig is voor jou. en jij blijft in die comfort zitten, wat denk je dan dat je aantrekt? Al die negatieve energie. Je krijgt daar alleen maar nog meer van zit je in een slechte relatie, krijg je daar alleen maar nog meer mee te maken. Zit jij op een werkplek die jou niet meer dient en waar je echt je, je elke dag naartoe moet slepen, dat ga je nog meer naar je toe halen. Dus verandering is nodig. Spirit wil niet zien dat jij aan het lijden bent. Spirit wil niet zien dat jij een negatief leven leeft. Dat is niet voor jou weggelegd. Dat is niet jouw geboorterecht. Dus is verandering noodzakelijk. En daar zit de angst. Voor jullie. Die ene stap over de drempel. Oeh, het is donker, het is eng. Nee, we schieten weer terug. Het kan zijn dat je er ergens niet aan toe bent, uiteraard. Maar voor jullie, voor met wie deze redeningen resoneert in het afgelopen jaar. Met, met al die onzekerheid, heb ik het gevoel dat je gewoon. Niet durf door te zetten. En in je eigen comfort blijft hangen. Dat betekent ook dat je jezelf klein houdt. In de schaduw zet. En eigenlijk alleen maar het negatieve naar je toe trekt. Kijk, alle verandering is moeilijk. Elke verandering brengt een uitdaging mee. Maar we moeten juist zeg maar door die drempel heen, nou ja, wanneer we over die drempel zijn, doorlopen. Ook al zien we het niet, ook al is onze weg verblind, donker, blijf moedig zoals die leeuw doorlopen. En het licht zal weer komen, want eens gaat die maan ook weer weg en komt de zon tevoorschijn en je hebt ze allebei. En elke dag verdwijnt de zon, komt de maan. Het zal weer even een stukje donker zijn, maar daarna komt weer verlichting. En jullie zijn eigenlijk een soort van bang voor het donkere stukje: bang om te falen, bang om een misstap te maken, bang om een verkeerde keuze te maken. Ja, maar dat is ook wel een onderdeel van het leven. Dat we ook wel eens falen, dat dingen niet lukken. En daar leren we alleen maar van. Het houdt ons in beweging. En zo kom je er ook achter van, hé, hey, nou, dit loopt niet. Dit, dit hoort niet bij mij. Of dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ja, ik heb het geprobeerd. En nu weet ik wat ik wel wil. Maar als je altijd maar in die comfort blijft zitten, ontdek je niks. Je ontdekt het niet. Oké, okay, je mogelijke nabije toekomst. Die ridder van munten. Dus je bent echt al heel lang onderweg naar iets. Voor sommigen heeft het echt te maken ook met een relatie. Die komen maar niet uit een relatie. Hè? Want ja, de, die zien eigenlijk allemaal al beren op de weg. Terwijl jij de leeuw bent en die beer kan aanvallen. <laughs> Drie van zwaarden. Je komt van heel ver. Je hebt heel veel pijn en verdriet meegemaakt, misschien in relaties. misschien met financieel verlies, werksituaties. Het kan op alles toegepast worden. En er mag een gezonde verbinding komen met werk, financiën, relaties, verbindingen. Nog een keer de Hoge Priester. Ja, het kan dus zijn. Leren gezond te verbinden. En verbinding maken doen we niet alleen maar met mensen. Verbinding hebben we ook met geld, bijvoorbeeld. Ook, je kan een, ook een ongezonde verbinding hebben met geld. Je kan een ongezonde verbinding hebben met werksituaties. Um, een ongezonde verbinding hebben met jezelf, met mensen. Wat is het voor jou? Wat is jouw ongezonde verbinding? Waar heb jij moeite mee om mee te verbinden? Waarin word jij uitgedaagd? Kijk eens even terug naar het afgelopen jaar. Waarin ben jij voornamelijk uitgedaagd? Heeft het te maken met financiële voorspoed? Heeft het te maken met je werk? Heeft het te maken met romantische verbindingen of andere soorten verbindingen? Vriendschap? Familie? Collegiaal? Als je terugkijkt en ziet van, ja, nou, daar had ik wel best wel moeite mee, daar ben ik echt wel in uitgedaagd, dan zit daar iets. Dan is dat hetgene wat in je mogelijke nabije toekomst ook bekeken mag worden. Ik benoem je alles, want hier ligt alles. En het is aan jou om te kijken van, ja, dit is mijn situatie of dat is mijn situatie. En jij mag dan in de komende tijd zelfreflectie gaan doen. Van jou, hoe komt het nou? Hè? Die angst, waar komt dat vandaan? Hoe kan je dat terughalen uit jouw kindertijd? Ik krijg voor sommigen door dat sommigen te vrij zijn opgevoed. Die dus al heel jong zeg maar op eigen benen stonden. Dus heel veel. Pijn en verdriet hebben meegemaakt, dus heel veel nare ervaringen hebben meegemaakt, die dus nu wantrouwend zijn geworden. En de andere kant hoor ik ook weer, sommigen zijn te beschermend opgevoed en zijn bang voor de buitenwereld geworden. Die blijven dus altijd in een soort van comfort, in een soort kokonnetje hangen, want de wereld is slecht daarbuiten, want dat is wat ik mee heb gekregen vanuit de kindertijd. Te beschermend. Kluisenaar, de judgment. De week op call. Ja. Je wordt dus wakker geschud. Je gaat dus iets zien in de mogelijke nabije toekomst. Als jij reflectie gaat doen met jezelf met uh, deze inzichten die je hier hebt verkregen. Als je daarmee gaat zitten, dan wordt er iets in jou wakker geschud. En daarbij krijg ik de schildknaap van munten. Ja, voor sommigen heeft het toch ook wel weer met dat geld te maken. Mag ik er nog een kaart op zien? Ja. En als ik het dan heel breed kijk, dan heeft het te maken met waarde. Acht van bekers komt daarbij. Dus ja, iets wat jou niet meer vervult. Vind je moeilijk zeg maar om achter te laten. Je kan daar moeilijk afstand van doen. Um... Je hebt waarschijnlijk ook heel veel moeite om jezelf emotioneel te vullen vervullen. En vandaar dat je in zo'n comfort blijft hangen. Dan blijf je in een situatie zitten wat jou niet meer dient en niet meer vervult. En je vindt het dus heel moeilijk om daaruit te stappen. Wat het ook mogen zijn. Is het die relatie met dat geld? Is het de relatie met een persoon? Is het de relatie met een werksituatie? Wat is het voor jou? Waarin je wakker geschud mag worden, want jij hebt een bepaalde verbinding uh, vanuit wantrouwen. Er is geen vertrouwen. We komen nu aan het einde van dit jaar en het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn wanneer jij afsluit met deze inzichten dat je er iets mee kan doen en kan gaan veranderen. Om hier uit te komen, is het echt doorpushen over die drempel heen en door te lopen. Want je weet duidelijk wel wat je wil. Alleen je hoofd weet het niet. Die, 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 die zegt van alles en die laat jou twijfelen en die twee stappen weer terugzetten. Maar eigenlijk, jij als leeuw weet precies wat je wil en waar je naartoe wil. En wat jij binnen wil halen. Dat weet jij? Maar iets vanuit jouw jeugd, misschien je kindertijd, um, daar zit iets met verbinding. Dat heeft met of een te beschermende verbinding of een te vrije verbinding gehad. Eén van de twee. En het is aan jou om te onderzoeken waarin hoor ik. Hoe was mijn opvoeding? Was het te beschermend? Was het te vrij? Um, ja, en hoe ben ik daarin verder ontwikkeld, zeg maar, in uh, relaties daarna? Ben ik zelf daarin te beschermend geweest of ben ik zelf te vrij geweest? Wat is het voor jou? Hoe was de relatie met geld bij mijn ouders en hoe is dat op mij overgedragen? Ben ik bang voor geld? Heb ik een mooie verbinding met geld? Hoe is dat met werksituaties? Goed, Dit is jullie bericht, lieve leeuw. En ook voor jullie ga ik even een extra toevoegende kaart doen. En ik vo voel voor jullie de wegwijzers. Even kijken waar jullie naartoe gestuurd worden. <laughs> een extra bericht voor de leeuw voor de komende tijd. <laughs> Vliegen. Ja, dit is voor mij herhalende patronen hè, waar je bovenuit mag stijgen. Dus ja, je zit ook vast in een herhalend patroon, want je neemt één stap vooruit en twee terug. En dat is herhalend elke keer, waardoor je dus niet vooruit komt. Ja, de magische stroom. Wat hier dus ook ligt, hè, wat ik de hele tijd eigenlijk uh, al aangeeft. Um, dat hier die stroming zit. Wanneer jij vanuit jouw hart werkelijk durft door te lopen. dan komt die magische stroom vanzelf op gang. Maar elke keer neemt jouw hoofd het weer over. die jou terug laat zetten. Het kan dus zijn hè, um, dat. Wanneer jij dus die stap over de drempel zet, het kan zijn dat je misschien een bepaalde verwachting hebt dat, uh, dat je meteen iets moet zien of iets moet zien veranderen in die stroming. Maar zo is het natuurlijk niet. Je wordt natuurlijk wel getest van ja, hoe lang kan jij doorlopen en hoe lang kan jij dat vertrouwen vast blijven houden voordat wij jou iets laten zien. Want het is eerst um, geloven en dan zien. En voor jullie is het misschien eerst zien en dan geloven. Dus geloof eerst dat dit voor jou beschikbaar is, wat het ook mogen zijn: liefde, geld, werk, gezondheid, het maakt niet uit, het is al beschikbaar. Jij moet het leren ontvangen. Vertrouwen hebben. Wat ik al zei, je staat niet open voor ontvangst. Je kan het nog niet ontvangen. De verbinding is nog verstoord met jouzelf. En de derde kaart is bedroefd. Ja, dat, dat brengt natuurlijk heel veel droevenis, hè? want je, je wordt elke keer weer teruggezet in herhaling. En natuurlijk uh, is dat ook niet leuk om mee te maken. Kijk, ik spreek uit ervaring, ik ben een meester geweest in uh, rondjes lopen in bepaalde zaken. Ja, en op een gegeven moment uh, worden er toch uitgetrokken en dan krijg je die torenmomenten, die pijnlijke torenmomenten, en die zijn echt niet leuk. Want dan gebeurt er gewoon iets drastisch, waardoor je, je wordt uit je comfort getrokken, letterlijk. De, het verandert gewoon. boem. En je hebt niks meer te zeggen, je hebt er geen controle meer over. En het gebeurt. Maar het is wel voor je hoogste goed. Maar dan heb je genoeg tijd gehad om uit die cirkel te stappen. En soms lukt het ons ook niet om uit een cirkel te stappen. Mij is het ook vaak niet gelukt. Ja, en dan komt dan die torenmoment, ja, en dan moet je wel. He, dus, het brengt ook heel veel pijnlijke momenten op. Uiteraard. Maar dat is wel iets wat je jezelf aandoet. Jij en alleen jij kan uit het cirkeltje vliegen. Totdat het uh, ja, spirit jou eruit trekt. <laughs> maar dat zijn dan niet de fijne momenten. Ja. En soms moet dat, helaas. Lieve leeuw, ik wens jullie heel veel leeuwenkracht toe. Kom in je leeuwkracht, kom in je leeuwenhart en ga je weg vervolgen. Ga eerst eens kijken naar die verbindingen uit het verleden, want dat gaat je echt op weg helpen. Als je meer begrip krijgt op jouw eigen situatie en waarom jij dit gedrag vertoont. Ja? Oké, okay. dankjewel voor het kijken en wie weet zie ik je heel snel weer terug bij een volgende video. Doei doei!